Ik laat me niet vergiftigen door Big Pharma en de overheid. Toepie, Paramaribo, Suriname. Ik weiger me te laten chanteren tot vaccineren. Ik, Gracia van de familie Thompson, mens van vlees en bloed. Paramaribo, Suriname. Ik laat mij niet gedwongen inspuiten met geen enkele experimentele injectie. Mijn lichaam, mijn tempo. Geboren en getogen Surinamer. Ik ben geen anti-vaxxer. Ik ben tegen een experimenteel vaccin waarvan de fabrikant geen enkele verantwoordelijkheid wil nemen. Het inspuiten van een proefvaccin in mijn bevolking is fundamenteel onrecht. Regering, daaraan kan ik niet meewerken. Ik ben Natasja Neus, Domburg, Suriname. Ik vertrouw op het zelfgenezend vermogen van mijn lichaam en ik heb dus geen gedwongen vaccinaties nodig. Mijn naam is Awinash Badal en ik laat me als soeverein mens en burger van Suriname niet injecteren met experimentele injecties. Ik ben Marco Jansen, Vlaardingen, Holland. Ik weiger me te laten chanteren tot vaccineren. Ik ben Henny van der Puil uit Vlaardingen, Holland. Ik laat me niet chanteren door te vaccineren. Anthony Nekruij, Paramaribo, Suriname. Gelukkig zijn er genoeg veilige middelen en methoden om je te beschermen tegen COVID-19 of te herstellen ervan. Daarom neem ik geen experimentele prik. Stay safe. Ik ben Richard Janssen, Paramaribo, Suriname. Ik weiger me te laten chanteren tot vaccineren. Ik ben Gabor Staakman, Paramaribo, Suriname. Ik bezie gedwongen vaccinatie als verkrachting en ik zal daar ook als zodanig op reageren. Ik ben Ricardo Jansen, Vlaardingen, Nederland en ik weiger me te laten chanteren tot vaccinatie. Mijn naam is Bas van Veen en ik woon en werk in Suriname. Het is mijn keus om mij niet te laten injecteren tegen COVID. Ik ben Rachel Vismalen, Paramaribo. Ik keer me niet tegen mijn medemens, maar tegen het beleid van de overheid. Ik laat me niet onderdrukken of chanteren om een injectie te nemen. Mijn lichaam, mijn gezondheid, mijn keus. Ik ben Raoul Caron, Paramaribo, Suriname. Er is een coronathee die bewezen heeft vele geholpen te hebben die besmet waren met corona. Ik weiger me te laten vaccineren en deel uit te maken van dit experiment. Hallo, ik ben Ingrid en ik kom uit Nederland. Ik werk in de zorg en ik wil absoluut geen vaccin. Ten eerste omdat het een experimenteel vaccin is. En ten tweede beschermt het vaccin mij niet. Nog de ander voor wie ik hem dan eventueel zou nemen. Mijn naam is Tahira Giliot, een trotse Surinamer. En ik laat mij niet chanteren tot vaccineren.